start, dan begint hij automatisch te remmen. Dan hoef je daar niet aan te denken, want je hebt al druk genoeg. Ja. Gaat het lampje erboven branden, uitbreekt de zarm, dan moet je toch echt zelf remmen. Dus daar moet je ook op letten. Hoef je natuurlijk gaat niet een RTO doen hoor. Kijk, als je dus gas zet, zie je? Dat is die dent vector. Hij staat nu op pauze, dus hij gaat niet meelopen. Maar dan zal hij in het grijs vollopen naar die 40%. Dus die spin-up van de motoren. Ja. Is die bij die 40% knop weer in boek gaan? Dan komen ook die flight directors in beeld waar je achteraan kan sturen. Mm-hmm. En dat is alleen als ik zeg rotate, dan mag je naar je toe trekken. En dan, dus het moment van roteren. En dat zal zo, of voel maar even mee, het zal zoiets zijn. Ja. Zo. En dan hou je hem gewoon recht hiermee. Op de baan. Probeer niet te sturen, dat doe ik met mijn voeten. Ziet het eruit als we van de baan afgaan, ga niet zo sturen, want dat maakt op zich niet uit. Maar die rudders die doen een beetje lastig af en toe. Dus het is af en toe een beetje moeilijk om echt helemaal recht op de baan te houden. Dan gaan we gewoon lekker vliegen. Mm-hmm. Dan zal ik even de tijd zo meteen aanzetten. Ik heb het wel eens zeg maar net daarmee gehad dat als er iets uitvalt of zo, als één ding niet meer goed werkt met sturen, dat je dan het wel op kan pakken met je stuur gewoon. Ja, klopt. Maar het is wel een heel andere manier van sturen, opeens. Klopt, nou, ja. Oké, nou dan gaat de parkeerrem ervan af. Dan ga ik even de motion erbij opzetten. Klik, kijk, engage. Dan gaat de autopilot erbij aan. Gaat deze terug. En dan even kijken, hebben we alles goed staan? Ja, die mag wel even 60 of zo. Gaan we lekker naar 5000 voet. Daar zijn we best snel, dus probeer dan weer te drukken dat je niet door die 5000 voet heen kunt die je dan hier ziet. Ja, dan ga je. Dit zal wel eigenlijk naar iets rechts. Haal ik hem van pauze af. En dan is het nou nu. Oh. Eerst naar 40%. Kijk wie dat is. Ja, hier. Zie je dat? Die vector staat op 40 en nu die knop indrukken. En dan alleen je hand bij het gas. Je hoeft niet naar voren te drukken. Alleen je hand bij het gas houden. En dan ga je straks wat speeds opnoemen, 80 knopen. Dan zeg jij check. Dan kijk je op je speed tape of er ook 80 knopen staan daadwerkelijk. Kijk, dat is de linker, toch? Ja, die komt nu lopen. Ja, dat is de linker. Zie je de snelheid omhoog lopen? Ja. Dan zeg ik 18 knots. Ja. Check. Ja. V1 rotate, mag de stuurder naar je toe. Oké, kijk eens aan. Goed naar die roze horizontale balk, dus niet er voorbij. En dan in het kruisje sturen, ietsje naar rechts dus. Positive rate, gear up. Nee, 500 is dat. Flaps 1 set. De neus een beetje omlaag. Ja. Maar het gaat op zich hartstikke goed. Nou, oké. En dan gaan de flaps. Helemaal omhoog. Die omhoog. Die. Daarbij. Klopt. Nou. En dan gaan we naar een snelheid van 220 knopen ongeveer toe. We zijn nu op 2500 bijna, dus nog 2700 om te gaan. Til level of zeg maar. Neus een klein beetje lager, zie je dat? Ja. Dus klimmen we een beetje te snel, anders komen we niet op onze daadwerkelijke snelheid die je wil. Als je hier naar het gas krijgt, zie je dat er maar 91% gas op staat. Ja. Dat kan nog veel minder zijn. Of we klommen al als een raket, terwijl we al best wel vol zitten. Ze heeft hier het best krachtige motoren, dus je zet nooit volledig power. Altitude acquire mode betekent dat we bijna bij onze altitude zijn en je een klein beetje naar rechts moet sturen en alvast een beetje omlaag, anders schieten we straks door onze hoogte heen. Dus nu moet je echt goed naar beneden en naar rechts. Hartstikke mooi. Nee, jij komt ons gewoon volgen daar op het scherm. Kijk, helemaal perfect. Altitude hold staat er. Daarboven in die drie dingetjes. Ja. Dat zijn gewoon dingen die ik af en toe zeg van als ze verschijnen. Dat is mijn taak als pilot om te doen. Ja. En dan geef ik jou even een bochtje naar links, naar het zuiden, naar 180. En je doet het.
hartstikke goed ziek al, dus dat... dat net iemand die er wat meer moeite mee heeft. Dat is makkelijk als iemand dat lijntje volgen door heeft, want dan kun je ook gelijk aan de wandelingen zo meteen beginnen. En dat is eigenlijk het leukst van het hele verhaal. Ik kan die auto breken op 2 en dan ga ik de landing alvast al voorbereiden, mag jij lekker nog eens rijden. Maar wel naar waar ik heb aangegeven. Ja. Ik wil zeggen, kan hier loopen. En laten we eerst maar met mooi weer landen. En dan gaan we daarna steeds slechter weer maken. Misschien nog een keer een nachtwandeling maken. Wat jij leuk vindt. Ja, het gaat echt goed. Top. En een klein beetje naar rechts, want je verloopt een beetje naar links. Maar dat is echt minimaal. Dat is fijn, dan kunnen die inhibit switchen uit. Ik zet al deze 3, de flap inhibit en de gear inhibit en de drain inhibit, zet ik uit, want die gaan altijd piepen als iemand slecht vliegt. Dus die gaan weer aan. Dus als je dan gaat piepen, dan weet je dat je het slecht doet. Dan gaan we weer naar links, naar 90, naar het oosten. En dan ga ik de ILS-frequentie erin zetten. En dan gaan we straks landen op baan 2-7. Nou, die koers die staat er al in. 267. 267. Ik zal hem straks even op pauze zetten. Als we er bijna voor onze interceptie zitten. Voor het radiosignaal. En dan zou ik hem, als we voor de baan zetten, nog een keer stil zagen. Dan weet je dat dan gaat al hartstikke goed. Windscreen wipers. Ik weet niet waarom ze aanstaan. Maar als die aanstaan met dit weer, dan gaat alles kapot. We komen echt gas op eruit. Ja, ietsje meer naar je toe zien. Nou, hoe voelt het nou om een 737 onder controle te hebben? Nou, best ver. Ik moet me voorstellen dat dan 180 man achter je zouden zitten. Iets meer verantwoordelijk. Maak het dit moeilijker. Het kan nu alsof ik 180 man ben. Ja, moet ik zeggen, ik heb een klein beetje... Zie je dat je een beetje naar beneden moet? Ja. Om terug naar je hoogte te gaan? Helemaal perfect. Turbulentie. En ik heb het weer iets slechter gemaakt. Ja, ik zie het. Ja. Schommelen.
radiosignaal intercepten, zeg maar. Neus een beetje hoger, je ziet dat de snelheid een beetje erg aan het oplopen is, want hij kan niet meer gas terugnemen. Dus dat betekent, daarom stuurt hij een beetje naar boven, omdat je anders te hard daalt. Ja. Je wil niet in die gele band komen. Oké. Zie je dat? En nu gaat hij langzaam weer naar die 180. Omdat met gas regel je eigenlijk je snelheid, maar ja, als hij helemaal dicht staat, valt het alleen nog maar te regelen met je pitch. Ja, ook eens. En je ziet ook, kijk, hier, die reverse thrust in de lucht, lukt hij niet, hè? Dus dat gaat hij niet doen. Nee. Gelukkig. Anders was het... MCP speed, L2 required, niet door je hoogte heen zakken. En dan gaan we nog een klein beetje meer naar links. L2 hold. Een klein beetje meer naar boven, hè? We zakken een beetje onder onze hoogte. En dat wel keurig naar links aan het gaan. Deze snelheid is goed hoor. Ik moet straks toch weer uitrollen, zie je? Ja. Maar als je hem gestabiliseerd hebt, straks op 2000 voet, dan gaan we even verder praten. Trokken, nu zou je de neus al een klein beetje meer moeten drukken. Drukken. Als overshot je die hoogte. Oh, dat ging er snel, ja. En nou heb je hem langzaam. Ik zal er even op letten om dit lijntje goed te houden. Ik denk dat inderdaad... Ja, je moet op veel dingen letten. Ja. Ik zeg altijd, je moet heel veel dingen tegelijk doen, maar het is eigenlijk heel veel dingen achter elkaar doen. Want heel veel dingen tegelijk kan niemand. Ja, vrouwen. Inderdaad. Ik zeg heel benieuwd dat ik erbij zit. Ja. Schat, hoogte. Ja, heel erg hoogte en scherp. Oké. Okay. Nou, doe maar eventjes zo. En dan loopt die snelheid er ook wel gelijk een beetje uit, zie je? En dan heel langzaam terug naar die... Oh, veel zwaar. We gaan heading noord. En nu wordt het steeds belangrijker om die hoogte goed vast te houden. Yes? Oké, ja. Als je, nu moet je al langzaam een beetje uitrollen, dus al een beetje naar rechts sturen, anders dan overshoot je je heading. En we willen nog steeds omhoog. Zie je dat die horizontale lijn omhoog staat? Ja. Weer drukken, ja, zie je dat ik te hoog sta? Ja. Altijd zeg maar daar doorheen laten lopen. Ik zal je een beetje even helpen. Het is echt een balans trucje wat je even moet snappen. Ja, je moet even dat... als we iets te hoog zitten, dan maakt niet uit. Maar je blijft nu gewoon proberen zo dicht mogelijk bij die flight directors in de buurt te blijven. Ja? Ja. Dat helpt je gewoon uiteindelijk. Nou, ik zet heel veel pauze. Oh, dat is maar. Ja, dat is heel maar. Dat is op je hoofd even. Oh, dat klopt niet inderdaad. Waar we straks gaan doen. Dit is de koers die we hebben ingesteld. Het staat hier 267, dat is naar baan 270. Of baan 267, maar we noemen het baan 27 op Amstel. Dat is die lijn, want we vliegen nu noord, dus koersje west is precies 90 graden erop. Straks zie je deze band, hoe dichter we bij dat radiosignaal in de buurt komen, zie je verlopen naar je toe. En dan ben je al naar links aan het draaien, want je gaat alleen maar die flight directors volgen. Als ik straks op mijn approach druk, dan komt hier voorlok, VOR/localizer en GS te staan. GS is glide slope, dus glidepath. Dus dat is deze. En localizer is die. Die komt dus, als die helemaal magenta wordt, dus helemaal ingekleurd, wordt die ook ingekleurd en die gaat daar binnen lopen. Die hou je in het midden en die hou je ook daar in het midden. Op het moment dat je gedraaid hebt, staat deze lijn dus ook recht voor je. Snap je dat? Ja. Want je draait die kant op, dus dan zie je dit plaatje komt dan ook zo te liggen. En dan draaien we naar de baan toe. Snap je? Want we draaien in, dus dit verloopt zeg maar mee. Ah, oké. Okay. Zie je? Ja. Want dit wijst naar de baan toe en wij wijzen straks zelf ook naar de baan toe. Komen we nou, wordt deze nou actief, dat glijpad? Wordt die groen en die wordt ingekleurd? Dan gaan we gear down flaps 15. Zie jij dat die gekleurd wordt? Dan zeg jij tegen mij, gear down flaps 15, want ik ben de... Pilot non-flying, dus ik moet die hendels overhalen. Maar jij moet het zeggen. Als jij het niet zegt, dan zal ik het zeggen. Staat die waar je moet zijn, dus staat die op het glijpad, dus op die streep, dus niet meer bij die rondjes, maar op die streep, dan zeg jij flaps 30, zet vast. Final approach speed, vast. Flaps 30, zet vast. Nou, je hoeft niet onthouden, en anders doe ik het wel.
Maar dat zijn de call-outs die je ik denk dat ze gaan vergeten. Ja, dat maakt niet uit. Als je er maar misschien een beetje aan denkt. Maar dat maakt niet uit. Anders dan denk ik eraan. En anders landen we zonder bier. Dat maakt helemaal niet uit. Hij kan het nog wel. Spelletje slaan. Ja? Ja. Oké, dan weet je dus dat hij straks naar links moet gaan. Ja. Maar ik kan nog wel gewoon dit blijven volgen. Ja, nu wel. En ik zal hem straks al een beetje naar links zetten op een interceptkoers. Ja, hebt hem weer. Trouwens. Maar we blijven nog even een stukje rechtdoor vliegen. Ja. En goed je hoofd houden. Ja. En een beetje naar rechts.